Matty en Wietse hier. In de studio Kees Tol, die is tegenwoordig... Gek op bloemen! Nee. Hij doet Hollands beste bloemstylist. Morgen de grote finale. En we gaan heel even kijken, Kees, of jouw kennis qua bloemen een beetje is opgekikt. Zweet een handje, zeg Kees. Je bent bang dat je door de mand valt hier. Ja, zeker. Het enige wat ik weet is dat je ze schuin af moet snijden. Maar voor de rest... Laten we heel even... We doen heel even een voorbeeldje. Ja. Het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je de link met bloemen ontdekt. Oké. Okay. Dus laten we... Dit is een inkoppertje. Even aan mijn moeder vragen. Wat is hier de link met bloemen, Kees? Ze lachten er niet eens bij. Dus, oh, dus een test is dit, hè? Nou, dit is een test, dat ga ik al. Ja, dus heel makkelijk is dit. Je kunt het ook aan mij kwijt. Ik weet het niet. Artiest. Oh ja, hoe heet hij ook alweer? Kijk, daar ga ik al, hè? Ja, Bloem. Bloem, ja. Oké, okay, volgende. Nog heel even om op te warmen, Kees. Oh, wat vind ik dit echt. Ja. Vandaag moet ik zeggen, vind ik heel erg belangrijk de erkenning. De erkenning... Deze is wat pittiger. De opvarende van de Koopvaardij... Want dat is erg onderbelicht gebleven. Wat is hier de link met bloemen, Kees? Het is heel belangrijk om erkenning... Dus ook maar even om het verschil aan te geven. Dat je het in alle hoeken moet zoeken. Ja. Fleur Hagema. Oh, nou, leuk bedacht. Ja? Ja. Het is Prinses Margriet. Prinses Margriet, ja. Ik had het kunnen weten. Ja. Oké, dan gaan we nu even voor het echt hier, Kees. Ja. En ik zeg erbij, ze zijn pittig. Oké, god. Dit is fragment 1. We dachten dat het beter was om Lisa ergens op te vangen... tot ze weer een beetje de oude is. Ja, ik had ze aan de telefoon. Dat wist ik al. Dag Marco. Je hoort hier Angela Schijf. En wat is de link met bloemen? Daarna gaat jeugdzorg kijken of ze niet bij een gastgezin terecht kan. Flikker Maastricht, Angela Schijf. Waarom ben jij hier? Het idee dat je heel dichtbij bent. Niet hè? Nou. No. Flikker Maastricht. Ga door op Angela Schijf. Angela Schijf. Nee, dit moet ik zo langzamerhand wel fout rekenen. Ja. Haar dochter. Haar dochter heet Bloem. Ja, hou op, jongens. Hou op met me. Haar dochter heet Bloem. Oké, kom dan. Ja, is dit het niet? Iedereen kent elkaar toch zo goed in televisieland, of niet? Haar dochter heet Bloem. Je zat toch in de zaal? Ja, je hebt waarschijnlijk gewoon nog gefeliciteerd. Drie zoenen, dan weet je toch al hoe haar dochter heet. Kom op, Kees. Oké, kom toch op de volgende. Dit is het niveau. Wacht even, ik ga erbij staan ook. Kom erop. Kom op de volgende. Heb je het lef, dan is het nooit. Dit is Karin Bloemen. Ja! Oké, okay. De volgende. Is it of a severity necessary to cancel my candlelight? Mrs. Bouquet? Well, even better once, one of my candlelights... Is er nog één in? What do you mean you couldn't see anybody? Mrs. Bouquet en Hyacinth. Hyacinth. Ja, maar ik dacht boeketje. Ja, nou, dat is altijd goed geweest. Komt de volgende. I had a couple of kids. My best friends that lived next door to me growing up, actually. So I had, and they were Irish. So there was like Lando and then Landy Lou had a little Irish little too. Irish. Ja, dit is echt ook pittig hoor. Ja. Orlando Bloom. Ja. Okay, we gaan er even door. Deze kan je hebben. Ja. Kees, kan je hebben. Linda, Roos en Jessica. Ja. Oké, en dan de laatste. Valt eigenlijk dan nog wel mee? Ja, valt heel erg mee. Ja, je begint op te warmen nu. Komt de volgende hoor. Je buitenspanning op. Ja, die hoor ik even niet. Even kijken hoor. Oeh. Ja, dit is wel even zien hoor. Ja, ik vind deze heel leuk, dus die moeten we wel laten horen. Oh ja. Dit is André Rieu. Ja. Op het Vrijthof. Wals. André Rieu. André Rieu. Op het Vrijthof. Op het Vrijthof. En daar doet hij... Viool. Een viool. Ja. Morgenavond de grote finale van Hollands beste bloemstylist. 9:30 SBS6. Yes. Leuk dat je er was, Kees. Ik vond het heel leuk, jongens. Dankjewel. Q is good for you.